moestuinseizoen loopt bijna ten einde. Nou staan er nog wel een aantal dingen. Bieslook, munt, prei, die kunnen we allemaal nog oogsten. Maar ik kan ook al voorzichtig beginnen met de eerste stukken schoonmaken en klaarmaken voor de winter. We beginnen met het weghalen van de oude planten. Dit is natuurlijk een hele mooie. De courgetteplant. Als het goed is zitten er nog kleine courgettes verstopt hier en daar. Die ga ik eerst even oogsten. Dan haal ik deze plant weg. Als ik dat niet zou doen en het gaat vriezen, wordt het één berg snot. Dat is niet fijn. Ja, dit is een mooie. Je kan niet alleen de courgettes eten, maar ook de bloemen kun je eten. Die zou je in een beetje beslag kunnen doen en frituren. Het ziet er altijd te gek uit. Deze bewaren we. Hoppakee. Kijk. Zo tof. Dat je in het voorjaar begint met een heel klein plantje en dat er zo'n reus uitkomt. In principe kan dat gewoon op de composthoop. Je kan niet alles op de composthoop gooien. Tomaten, kool en bijvoorbeeld aardappels, er kunnen schimmels in zitten, die wil je niet hebben. Maar de rest kan er gewoon op. Nou, aan de zijkant van het plantbed moet ik het ook even schoonmaken. Hier zijn allemaal aardbeien deze kant op gekomen. En die kunnen zich verspreiden via zaad of via zogenaamde afleggers. Dat zijn delen van de plant die naar de zijkant lopen en vervolgens weer wortels schieten. Hier kun je dat heel mooi zien. Die knip je dan even los. Dat gaan we natuurlijk niet weggooien, dat is zonde. Zo'n aardbeienplantje is natuurlijk hartstikke leuk om weg te geven aan vrienden of aan de buren. Zo, doen we een potje. Zo, even kijken. Ik ben de grond even aan het losmaken, maar ik ben hem niet helemaal aan het omspitten. In de bovenste 10 tot 15 centimeter zitten namelijk alle belangrijke voedingsstoffen en bacteriën. En die wil je eigenlijk op die plek houden. Op het moment dat je echt gaat spitten, gooi je die grond ondersteboven en heeft die grond weer heel veel tijd nodig om te herstellen. Nou, het enige wat ik nog ga doen is de compost aanbrengen. Een dun toplaagje, daarmee breng ik humus en voeding aan. Maar wat je niet wil doen, is dingen aanbrengen die niet verteerd zijn, zoals snippers hout. Dat is niet goed voor de grond. Dat kost namelijk heel veel stikstof en dat wil je niet hebben. Dit is onze zelfgemaakte compost. Het hele rijke, voedzame grond met veel schimmels en bacteriën die zorgen voor een rijk bodemleven. En daar krijg je ook uiteindelijk weer sterkere planten van. Dus dit ga ik aanbrengen op de plek waar dan volgend voorjaar de planten komen. Zo. Ik heb een balkje neergelegd. Want het laatste wat ik nu wil doen is natuurlijk de boel weer helemaal aanstampen. Die grond heeft juist lucht nodig. Zo. En dan is het moestuinbed klaar voor het voorjaar.